We gaan vooruitkijken op het zaterdagvoetbal. Eind van de pad over de streekderby tussen DWO en BRC 68. Forumsport ontvangt koploper Sportbus 46. En Scheveningen, dat moet de punt op houtrust houden tegen Dovo. Dit en meer dadelijk na de reclame. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café De Halve Maan in Rijswijk. Hartelijk welkom vanuit onze studio in het Sir Winston Leisure Center. We gaan vooruitblikken op het zaterdagvoetbal. En dat doe ik weer zoals iedere week met onze vaste analist Rob Blankenstein. Rob, we starten in 4D. Gelijk al een hele aardige wedstrijd. Twee ploegen die ook allebei bovenaan staan. Laken we het hier tegen Wateringseveld-Grona. Allebei de maximale score gehaald. 12 punten uit 4 wedstrijden. Waterseveld gewoon natuurlijk de gedoodverfde favoriet voor de titel. Maar ik moet zeggen, de ploeg van Joffrey van Loenen doet het ook heel goed. De maximale score, dat was natuurlijk afgelopen seizoen een matig seizoen hebben gekend. Maar goed, gezien het kwaliteitsverschil hou ik het toch op winst voor de ploeg van Gerfens. Goed, we gaan het afwachten. Dan gaan we naar de vierde klasse B. SV Houtwijk, de ploeg van Patrick Demmers, doet het uitstekend. Spelen nu tegen Madestein. Ja, dat ligt misschien toch wel een beetje op de loer. Ja, en voor Madestein is het inderdaad een kwestie van weer aanhaken of nog niet definitief, want je zit natuurlijk in het begin van de competitie. Dus het wordt wel zaak voor die ploeg van de Dennis Jung om in ieder geval de punten te gaan pakken. En of dat gaat lukken bij Houtwijk, ik denk dat er een gelijkspel meer voor de hand ligt. Goed, en dan in diezelfde klasse Loosduinen. Ja, dat kan weer bijtrekken. Dat zal wel gaan winnen van GCS dan. Ja, wel beide ploegen natuurlijk hetzelfde aantal punten hebben behaald tot nu toe. En Loosduinen is er natuurlijk aan het herstellen na die zwakke seizoenstart. Maar gezien het thuisvoordeel en de kwaliteit van de ploeg van Richard Douw hou ik het toch op winst voor de Loosduiners. Goed, dan kijken we naar 4A. SEF komt zelf niet in actie. Dat heeft alles te maken met het terugtrekken van Golsport. Daarentegen zou Haarse Hout de ploeg van SEF wel een dienst kunnen bewijzen. Ja, dat zouden ze zeker, want natuurlijk Oesche is de favoriet samen met SEF. En daarachter zit Alvia, die hebben tot nu toe ook maar één keer gelijk gespeeld en de rest gewonnen. En het zou inderdaad lekker zijn voor de ploeg van SEF, dat ze inderdaad wellicht kunnen profiteren van een gelijkspelletje. Goed, en dan hele leuke derbies in de derde klasse B. KMD, dat draait nog niet helemaal naar wens. Krijgt Monster op bezoek, de ploeg van Robin Knoester. Ja, die staan gewoon bovenaan op dit moment. Ja, KMD natuurlijk goed gestart. De eerste twee wedstrijden gewonnen, maar de volgende drie verloren. Monster natuurlijk nu de koploper door toch wel de enigszins gelukkige winst op Velo afgelopen zaterdag. Vooral de gelijkmaker was eigenlijk een blooper die nu de ronde doet op social media. De keeper Boris van der Heijden, die werd door de kolonne supporters op het de verhoging van de tribune, zeg maar, of de tribune van de clubgebouw bedankt, van Boris bedankt. Blooper die maakte je niet veel mee. Hij dacht dat er gefloten was, gooide die bal voor zich uit. En Frank van der Del die zei, dankjewel, die tikte die bal er gewoon in. Want als dat niet gebeurt, winnen ze die partij nooit. Maar goed, voor Monster is het wel lekker dat ze nu die koppositie pakken. KMD moet zich gaan herstellen, dus wellicht een gelijkspel, denk ik. Goed, andere leuke derby in het Westland is natuurlijk Velo. De ploeg van Edwin Vurens die op bezoek gaat bij Lira. Dus ja, we willen allebei bijblijven. Ja, Lira afgelopen zaterdag wel de drie punten pakt. Nou, zoals bekend dus Velo niet. Maar de kwaliteit, voetballende kwaliteiten van Velo, die gaan toch de doorslag geven, denk ik, komende zaterdag. Maar het zal niet makkelijk worden. Nee, goed, dan gaan wij naar de derde klasse A. We hebben een hele leuke streekderby op het programma staan. DWO tegen BRC 68. DWO, de ploeg van trainer Arie van der Pat. Vorig seizoen zat hij nog in de zogenaamde Rotterdamse pool. Nu in die andere pool. Ja, welke pool bevalt eigenlijk beter? Kan ik nu eerlijk gezegd nog niet zeggen. We hebben vijf tegenstanders gehad waarvan we vier niet kenden. En DSVP vorig jaar de enige tegenstander was die ook bij ons in de competitie zat.
moet zeggen, vorig jaar qua voetbal beviel de pool. Ja, ik denk dit jaar eerlijk gezegd dat daar een paar bij zitten die net even wat zwakker zijn. En dat het vorig jaar allemaal wat gelijkmatiger was. Nou, dat zag je ook wel terug in de eindstand vorig jaar. Komende zaterdag komt BSC op bezoek. Hoe schat jij die ploeg in? Als ik uit de eerste twee wedstrijden had mogen kiezen, had ik liever tegen Soccer Boys gelijk gespeeld. En dan maar verloren van Biver. Dan was het gat 3 punten geweest met alle drie. En nu is het gat 4 punten met de nummer 2 en 3. Nou, we kunnen dus geen plek stijgen, want wij zijn de nummer 4. Maar we willen wel een poging doen om dichterbij te komen. Maar nogmaals, wij hebben een jonge ploeg. Zij hebben een ploeg die veel meer ingespeeld zijn op elkaar, met elkaar. Die de pool kennen, die elkaar beter kennen. Dus ja, het wordt een interessante pot, denk ik. Goed, dan in diezelfde pool, blauw-zwart, dat heeft nog geen punt veroverd. Wel nu 3 keer gescoord, ze ontvangen nu Biver. Dat is ook niet eenvoudig. Nee, want Biver draait natuurlijk bovenaan mee. En zoals gezegd is natuurlijk de ploeg van Jos van der Helpen een slecht begonnen in die derde klasse. Hadden ze natuurlijk waarschijnlijk wat meer voorgesteld. Ik denk wel dat ze voldoende realisme bezitten, dat ze hadden verwacht dat het een moeilijk seizoen zou worden. Maar zo moeilijk als het nu gaat, dat hadden ze niet gedacht, denk ik. En ik zie het zaterdag eigenlijk ook weer niet positief in. Misschien een puntje, maar daar zal het bij blijven, denk ik. Nou goed, ik denk dat ze al heel blij zullen zijn met dat puntje. Liggen, want dan ben je in ieder geval die hatelijke nul af. Dan krijgen we DSVP, dat gaat op bezoek bij FC Oudewater. Ja, John de Letter met zijn ploeg, 2 punten achter op Oudewater. Dus ja, eigenlijk mag je niet verliezen daar. Nee, maar goed, Oudewater heeft natuurlijk die fusie achter de rug van Unio en die tweede, van Oudewater zelf, zeg maar. Dus vandaar nu de naam FC Oudewater. En of de ploeg van John de Letter daar tegenop gewassen is, betwijfel ik. Dus ik denk niet dat ze met 3 punten naar huis gaan. Hopelijk een puntje voor ze. Goed, in 2C, daar een hele aardige Leidse derby. Luuk Dunum tegen RCL. Nummers 1 tegen 2. Klopt, en RCL natuurlijk toch een tikje gekregen 2 weken terug door die 6-2 nederlaag in Hoek van Holland tegen HVC 10. Dus natuurlijk nog steeds de maximale score. Een ploeg met veel routine, onder andere van Tim de Cler, oud profvoetballer die erin speelt. Dus ik hou toch op thuiswinst voor Durdunum. Dan de ploeg van Wim de Jong, Die Hagen. Vorige week knappe winst bij HVC 10. Staan ook gedeeld tweede, 10 punten. Ze krijgen nu Nieuwkoop op bezoek. Dat is die wacht nog op de eerste overwinning. Dus je zou zeggen, punten blijven op Ockenburg. Dat lijkt mij van wel. Ja, Nieuwkoop natuurlijk vorig seizoen via die na-competitie gepromoveerd. Toch een treetje hoger. Dat blijkt toch een probleem te zijn voor die ploeg. Want ze hebben zoals gezegd dus nog geen punten verzameld. En dat zie ik komende zaterdag ook niet gebeuren. Dan krijgen we DSO. Dat speelt Thijs tegen het Leidse UVS. Ja, als de ploeg van Faisal Soekai punten wil gaan pakken, dan moeten ze het nu gaan doen. Dan kunnen ze misschien nog een beetje bijkomen. Ja, dat zal moeten gebeuren na die blooper eigenlijk van afgelopen zaterdag door te verliezen bij CVC Reewijk. Die hadden tot dat moment nog geen punt behaald. Dus het is nu zaak voor de ploeg van de Soekai om de punten in huis te houden. UVS, goede ploeg. Dus het zal knap zwaar worden, denk ik. Of dat gaat lukken voor de Soetermeerders, ik betwijfel het. Nou goed, we wachten dat af. In de eerste klasse A dan, Forum Sport. Dat speelt thuis tegen een van de koplopers. Want Sportlus 46, ja, dat staat met 15 punten uit 5 duels, samen overigens met de ARC. Dus ja, dat is voor Forum Sport dat 9 punten heeft. En Bas Steffens ploeg de kans om weer een beetje aan te sluiten. 6 punten achterstand, dus ze zullen sowieso die 3 punten in huis moeten houden. Of dat erin zit, betwijfel het. Sportlus 46 natuurlijk ook een ploeg die aardig geïnvesteerd heeft richting dit nieuwe seizoen. Weer de koet weer terug naar de hoofdklasse. Maar hopelijk kan Bas Steffens en zijn mannen voor een verrassing zorgen. Want dat zou de competitie ook weer een beetje spannender maken, denk ik. Goed. Dan Vitesse Delft. Dat gaat naar Volendam. Dat is nooit makkelijk. Maar aan de andere kant, als we kijken naar de ranglijst, dan, zullen de mannen van Peter Klom moeten winnen. Want ja, de voorsprong op Hekkensluiter-Marken is nog maar miniem. Ja, 2 puntjes. En dat schiet ook niet op natuurlijk. En Volendam, zeker thuis, heeft natuurlijk altijd wel een aardige ploeg wat dat betreft. Hebben natuurlijk ook, ik dacht aan de allereerste wedstrijd destijds, ook gewonnen van Westlandia uit mijn hoofd. Of dat gaat lukken voor Vitesse Delft, ik betwijfel het. Nou, dan krijgen we nog een andere wedstrijd in die eerste klasse AFC Breukelen. Dat ontvangt de ploeg van Huip van Oostrom-Soede, Te Verve. Nou, Huip heeft al wat informatie ingewonnen bij zijn collega Theo Verbeek van Westlandia, want die speelde onlangs tegen Breukelen. Ze komen een beetje bij Te Verve, maar het is niet eenvoudig uit.
Nee, ze zeker niet. Maar goed, Westlandia won de afgelopen zaterdag wel met 3-2. En Ter Werf heeft natuurlijk scorend vermogen. Dat is afgelopen zaterdag ook alweer gebleken. 6 keer gescoord. Weliswaar 4 doelpunten tegen. Dus wil die ploeg van Huip Oostrom-Soede de weg naar boven in blijven zetten. Dus ze sowieso die 3 punten moeten gaan pakken. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik zie het wel gebeuren. Ja, ze hebben ook op dit moment trouwens 2 punten meer. Klopt. Dus goed, gaan we naar de hoofdklasse. SV Nooddorp, dat speelt weer thuis. Dat krijgt dan FC Rijnvogels op bezoek. En dat betekent dat de ploeg van Dick Borenboom eigenlijk wel een slag kan slaan. Ja, dat moeten ze onderhand weer een keer gaan doen. Want afgelopen zaterdag natuurlijk een beetje smielig verloren in de laatste fase van de wedstrijd. En komende zaterdag wordt het niet makkelijk. Want nogmaals, Rijnvogels is natuurlijk ook een ploeg uit de derde divisie gedegradeerd. Presteren op dit moment ook ver beneden het niveau. Dus hopelijk kan de ploeg van Dick Borenboom daar profijt van trekken. En de winst binnen huis houden. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, maar goed, ze missen natuurlijk wel Daley Windhorst. Die natuurlijk afgelopen maandag, zondag last kreeg. Maandag naar het ziekenhuis. Ja. Werd er opgenomen met een klappelong. Ja, die ben je voorlopig wel kwijt. Ja, dat zit er dik in. Een beetje sneu voor die jongen. Want wat ik ervan weet is die wat dat betreft toch wel een stabiele kracht in dat team van Borenboom. Maar nogmaals, ik zie toch wel winst weggelegd voor de Nooddorpers. Goed, andere wedstrijd in de hoofdklasse, FC Schravenzande. Dat speelt thuis op het Julianen Sportpark tegen Jodan Boys. Ja, de ploeg uit het Westland moet wel een 5-1 nederlaag even wegpoetsen, die ze vorige week leden bij Achilles. Ja, ze presteren heel wisselvallend, want die week daarvoor wonnen ze met 6-1 thuis. Afgelopen zaterdag dan die 5-1 nederlaag tegen Achillesveen, maar ook een ploeg die op een hoger niveau heeft geacteerd. Komende zaterdag dan thuisbeurt tegen Jodan Boys. Hopelijk kan die ploeg van Richard Elsinga zich gaan herpakken. En zit er een winst in op het eigen sportpark? Of dat gaat gebeuren, we zullen het meemaken. Ja, aan de andere kant, als ze winnen, dan kunnen ze ook weer wat bijsluiten. Hè? Ze staan op 7, gespeeld 7 punten. De meeste hebben al 8 gespeeld. Dus ze kunnen dat, wat dat betreft bij winst aansluiten. Ja, het is natuurlijk een beetje vertekend beeld. Want in het bekerweekend wat we straks krijgen, moeten hun dan die wedstrijd inhalen. Dus inderdaad, als ze nu die punten kunnen pakken. En ook nog die inhaalwedstrijd, dan komen ze aardig bij. Ja, dan krijgen we tenslotte de derde divisie. Ja, Scheveningen, wisselvallig. Hè. Formatie van John Blok. Nu spelen ze thuis tegen Dovo. Als we naar de ranglijst kijken, ja, dan moeten ze eigenlijk wel de 3 punten op houtrust houden. Dat weten ze daar ook allemaal. 15 punten hebben ze inmiddels behaald, de Veenendalers. En Scheveningen dus pas 7 punten, de wedstrijd minder gespeeld. Zit natuurlijk in een moeilijke fase op dit moment. Afgelopen zaterdag ook weer een 5-2 nederlaag bij ACV. Draait niet lekker op dit moment. En ik blijf het zeggen, de achilleshiel van de ploeg van John Blok is toch dat die selectie door alle blessures en toestanden heel beperkt is. Hopelijk kan die aanstaande zaterdag wat mensen terugkrijgen. En kan dat uiteindelijk resulteren in een positief resultaat. Maar of dat gaat lukken, betwijfel ik. Nee, maar goed, als ze winnen, dan krijg je natuurlijk wel. Dan komen ze op 10 punten. Een wedstrijdje in te halen, dan kom je op 13 punten. En als je nu ziet dat een ploeg als Dover staat op 15 punten, ja, dan sluit je wel weer aan. Dus ja, dat is zeker. Een wedstrijd die wel heel cruciaal is, denk ik. Dat is zeker. Dat zullen ze zich ook beseffen, die Scheveningers. Dus ze zullen er alles aan doen om in ieder geval die 3 punten in eigen huis te houden. En hopelijk gaat dat lukken voor ze. Goed, Rob, we gaan het afwachten. Ook alle andere resultaten, want we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend. Waarin we vooruitblikten op het zaterdag voetbal. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.